Vandaag op Bij Andrea Jansen laat ik je zien hoe je deze makkelijke camembert tosti maakt. Door de camembert te combineren met appelstroop en walnoten krijg je een echt lekker beleg voor deze lunch. En heb je geen camembert, dan kun je dit ook vervangen door brie of een andere zachte kaas. Begin met de voorbereidingen. Snij de camembert in dunne reepjes. En hak de walnoten fijn. Beleg 2 sneden brood met de camembert. Verdeel 1 eetlepel appelstroop over de camembert. Verdeel de walnoten over de appelstroop. En leg op elke snee brood 1 van de nog niet gebruikte boterhammen. Stop de boterham in het tostiapparaat en laat deze 5 minuten, totdat de camembert is gesmolten, grillen. Heb je geen tostiapparaat, dan kun je ook prima een grillpan of een gewone koekenpan gebruiken. Zorg er wel dat je je brood halverwege draait, zodat beide zijden mooi bruin worden. Bedankt voor het kijken naar deze video. Het volledige recept vind je terug in de beschrijving. Vergeet niet om te liken, te reageren en te abonneren. Op mijn kanaal en op mijn blog vind je meer dan 100 heerlijke recepten die allemaal makkelijk te maken zijn. Ik wens je heel veel kookplezier en onthoud, it's a good taste.